Mijn hart ligt in de gezondheidszorg en mijn hart ligt bij ouderen. Misschien raakt me wel het meest erin dat ik wil leren van mensen die ouder zijn dan ikzelf. Dat ik er elke keer als ik een gesprek heb met mensen ook probeer iets uit te halen van wat dan belangrijk is geweest in hun leven en in hun levensverhaal. Ik heb bijna 2 jaar intensive care geneeskunde gedaan, maar ik ben daar toch ook wel gedesillusioneerd van teruggekomen. Want intensive care geneeskunde voor mij ging te veel over techniek. Wat ik er wel heel interessant aan vond, was het begeleiden van de families. Dus op een dag heb ik besloten, ik ga doen waar ik goed in ben en ik ga mijn hart volgen. Toen ik eenmaal deze plek had genomen, dacht ik, waarom ben ik niet eerder in de oudere revalidatie gaan werken? Want bij revalidatie komt alles bij elkaar. Het is moeilijker. De complexiteit dat je allerlei dingen bij elkaar moet optellen, wegen. En het gaat niet over één knie die kapot is of één orgaan waar iets aan gesleuteld moet worden. Maar over de hele mens in zijn hele context. Dat is ouderenzorg. Dat is maatwerk.